Yo, beste mensen, mijn naam is Sito en vandaag spelen we Minecraft. Yes, we gaan deze toffe, gave, leuke huis bouwen. Yay! Oké, met tenminste met een aantal blokken van de nieuwe update van 1.16 gaan we dit huis maken. Ik heb dit huis ook gemaakt in mijn survival wereld. Misschien heb je dat al gezien in de survival video. Ik denk, weet je, mensen vinden hem heel gaaf. Dus ik maak hem gewoon nog een keer, maar dan uitgelegd hoe je precies moet maken. Ja, in mijn survival wereld heb ik daar binnenin een nether portal gemaakt. Dat kan je zelf ook maken natuurlijk. Dus kijk dan even mijn video. Het is een deel 4 van mijn survival 1.16 update. Ik zou zeggen, geef de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, here we go. En we beginnen als allereerst met gepolijste zwart blok steen. Dan doen we 1, 2, 3, 4 en 5 van naast elkaar. Slaan er 1 over, doen we hier weer 1, 2, 3, 4 en 5. Ga naar de zijkant toe. Plaats hier, dit is 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. En deze kant doen we dat ook. Dan plaatsen we op 13 stuks aan deze kant. En dan maken we hem hier af om hem helemaal door te trekken. Oké, dan krijgen we gepolijste basalt. Dan doen we 1, 2. 1 in de hoek en 1 in deze hoek. Doen we er hier eentje, dan doen we 1, 2, 3 overslaan. En dan weer 3 overslaan. En dan weer 3 overslaan. En dan krijgen we nu dit. Aan de andere kant doen we dat precies hetzelfde. Dus eentje, dan 3 overslaan. Weer 1, 3 overslaan. 1 en dan de laatste grond op deze hoek. Aan de achterkant doen we hetzelfde als aan de voorkant. Dus dan plaatsen we hier eentje in de hoek. Eentje in de andere hoek. En dan komen er in het midden, komen er hier 1. En hier komt dan 1. Dan krijg je nu mooi dit. Oké, dan pakken we de gepolijste zwarte bloksteen. Doen we 1, 2, 1 en 2. Op deze hoek doen we dat ook. 2. En hier komt dan ook weer 2. En dan maken we hem zo mooi dicht. Dus totaal wordt hij 5 hoog. En zo. Dan kun je hier gelijk eigenlijk 3 doen. 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Daarnaast ook 3. En dan maken we hem mooi dicht. Dan pakken we met de ijzeren staven. Doen we hem opvullen. 1 en 2. En dan met de gepolijste basalt. Plaatsen we deze boven de andere blokken. En zo mooi ertussenin. Dan doen we de ketting tussen die twee blokken in. Zo. En dan gaan we naar de zijkant toe. We doen eigenlijk gelijk eerst de bovenste laag. Even zo. En zo. En dan deze kant ook helemaal doorgetrokken naar deze kant toe. Oké, dan doen we met gepolijste basalt eigenlijk overal weer hetzelfde. Waar aan de onderkant zit, doen we er ook eentje aan de bovenkant er tegenaan. Zo, die daar en die daar zo. 1 en 2. 1, 2 en nummertje 3. Dan pakken we de gepolijste zwarte bloksteen. Eigenlijk overal waar die andere blokken zijn, kunnen we deze opvullen. Zo. 1, 2, 1 en 2. Achterkant vullen we helemaal op, behalve de middenstuk. En deze kant kunnen we ook gelijk helemaal mooi opvullen. En dan komen we hier weer terug. 1, 2, 2 en die is ook mooi leeg. Dan plaatsen we overal nog 2, zeg maar nu aan de zijkanten neer. Zodat je in het midden een mooie raam krijgt.
En die vullen we ook gelijk zo mooi op. Alle raampjes. 1, 2, 1 en 2. Aan deze kant kunnen we alvast de kettingen plaatsen. Allemaal zo er tegenaan. Deze kant kunnen we dat ook alvast doen. Dan vullen we deze ook weer mooi op met gepolijste zwarte bloksteen. Hoop. Moeten we wel 2-2 doen. En zo. 1-2. 2 daar. En de laatste 2 komen daar zo. Hoppa. En dan doen we weer met de ijzeren. Ja, het zitten echt ijzeren staven. Het was eerst een ijzeren hek, maar nu zijn het ijzeren staven geworden. Oh. Niet alles weghalen. Zo. Hoppa. Dan pakken we de gepolijste zwart gepolijste zwart blokstenen plaat. Yes. Doen we 3 zo. En 3 doen we zo er tegenaan. Aan de achterkant doen we dat hetzelfde. 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Oké, dan gaan we beginnen met het dak. Het dak gaat als volgt. We pakken de eikenhouten trap. En die vullen we zo. En aan alle zijkanten komt een eikenhouten trappetje. En eentje eroverheen. En dan de tweede laag doen we ook precies hetzelfde. Gewoon eentje mooi erbovenop. En zo. Eentje hier nog overheen. Eentje op zijn kop. En eentje komt nog daar zo. Aan de andere kant doen we dat precies hetzelfde. Eén eroverheen en eentje gaat hier op zijn kop. En dan vullen we hem hier mooi tussenin. 3. En dan hier weer 1, 2 en 3. Eentje daar en eentje daarnaast. Eentje op zijn kop. En dan kunnen we deze ook weer mooi in gaan vullen. Hoppa, dan hebben we dit mooi gedaan. Oké, dan pakken we een trappetje op zijn kop aan allebei de kanten. En dan moeten eikenhouten planken en een trappetje. En dat doen we zeg maar helemaal tot we aan het midden zijn. En zo, dus nog eentje. En zo, en die komt daar. Die was op zijn kop. Een plank, een trappetje, trappetje op zijn kop. Eikenhouten planken, een trappetje. Trappetje op zijn kop. Eikenhouten planken. En een trappetje. En doe dit nog één keer. Trappetje. En een trappetje op zijn kop. Planken, planken. Trappetje daar. En een trappetje daar zo. Dan pakken we de gepolijste basalt. En doen we 1. En dan 2 daar mooi tussenin. Dan doen we aan de andere kant doen we precies hetzelfde. Dus een trappetje op zijn kop. En dan met de planken zo doorgaan. Totdat we bovenaan zijn gekomen. En zo. Die komt daar. Die komt daar. En ja, daar eentje. En ik denk nog één hier zo. Daar één en daar één. Een trappetje op zijn kop beginnen we mee. En dan weer met de planken. Een trappetje. Op zijn kop. Planken. Trappetje op zijn kop, die daar, hop, en die gaat dan zo. En dan ook hier weer de gepolijste basalt ertussenin en die komt dan weer zo terecht. Oké, dan gaan we verder met het dak. Dan doen we geschaafde karmijnrode stam. Maken we hem helemaal zo mooi dicht. En dan doen we dan 2 lagen van op elkaar. En dan gaan we eentje verder. En zo. Die komt daar. En dan ook hier weer gewoon overal. Weer 2 lagen van op elkaar. En zo. 1 en 2. Hier weer. 2. En dan bij deze kant ook. En dan de laatste rij komt aan deze kant. Hier doen we precies hetzelfde. En zo. En dan kan je ook gewoon beneden beginnen.
Daar zo. En dan eentje erbovenop. Eentje komt hier. Eentje aan deze kant. Ja, het is wel een hele grote dak. Maar ja, dan heb je ook wel wat. Hey. En het is ook wel een hele mooie... ja, ik vind het wel een hele mooie kleur. Het is geen gekke kleur of zo. Zo, hoppa. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pakken we de eikhouten trap erbij. En dan halen we deze eerst even weg. En plaatsen nog een gepolijste basalt bovenop, zeg maar. Bij die andere gepolijste basalts. En zo. En aan deze kant doen we hetzelfde. Daarin, daarin, daar en daar. Oké, nu pakken we wel het eikhouten trappetje. Die plaatsen we er mooi bovenop. En dan gaan we zeg maar met de lijn mee naar boven toe. En dan plaatsen we overal een eikhouten trap. 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. En dan de laatste komt hier zo terecht. Dan pakken we de eikhouten valluik en die zetten we daar tegenaan. En die maken we dan gelijk weer dicht. En zo. Daar en daar. 1, nummertje 2 en nummertje 3. Daar was hij al gedaan. Hop, hop, hop. Daar en daar. Eentje weer tegenaan. Aan de andere kant doen we dat precies hetzelfde. Plaats een eikhouten trapje hier, hier, hier en hier. En dan gaan we zo weer mee naar boven toe. Dan krijg je een soort scheiding in je dak. Dan wordt die, ja, dan wordt die net wat mooier. Oeh, die is één te hoog. En dan doen we met de eikhouten valluiken weer zo allemaal naar beneden toe. Daar, daar en daar zo. Eén en twee. En dan hier ook weer mooie valluiken. Ja, als je wil zou je hier eventueel ook nog valluiken tegenaan kunnen zetten. En zo. En dan plaatsen we hier nog een mooie trap daarbovenop. En dan krijg je wat meer diepte in je huis. Dus aan deze kant kunnen we dat ook doen. En dan met de eikhouten valluik zo er tegenaan. En die komt dan daar. Hop. Oké. Hier tussenin plaats nog een gepolijste zwartstenen blok. En zo. En dan gaan we met de gepolijste basalt helemaal omhoog het dak in. En zo. Die komt daar en die komt daar. Deze kant doen we dat ook. Daar zo. En dan sluiten we hem daar mooi af. En aan de onderkant doen we dat ook. Hier zo. Aan de achterkant doen we eigenlijk hetzelfde als aan de bovenkant of aan de andere kant. Die komt daar, 1 en 2 en de laatste twee komen daar. Sluiten we hem hier ook mooi af. Dan pakken we de zwarte gepolijste bloksteen en die plaatsen zo mooi overal ertussen. 1, 2 en 3. Daar 2, 1 en 2. En ook hier weer sluiten we hem helemaal af. En aan de bovenkant plaatsen we ook nog 1 en 2. Hier aan de bovenkant kunnen we geloof helemaal doortrekken naar de andere kant. En dan pakken we het trappetje. En die beginnen we zo. En die zetten we om en om. Zetten we ze tegen elkaar aan. Dat je hier een mooie scheiding krijgt van het dak. En zo. Heen en weer. Dan zijn we er bijna aan de andere kant. En zo. En die komt zo. Oké.
En dan krijg je nu mooi dit afgemaakt, de dak. En deze kant doen we ook nog even een gepolijste zwarte bloksteen. Even er tussenin. 1, 2 en 3. Oh, die is eentje naar voren. 1, 2. En zo. 1, 2, 3. 1 en 2. 1 en 2. En ook hier aan de bovenkant, niet vergeten, eentje er tussenin te plaatsen. Dan pakken we mooie blauwe spulletjes. Dus van die, ja, wat zijn het eigenlijk? Daar staan die. Kronkelranken. Ja, kronkelranken heten die dingen, oké. Kijk, en dan doen we ze helemaal naar boven toe. En zo. 1, 2, 3. En dan doen we overal doen we hetzelfde. Zodat je een mooie, wat meer kleur aan je huis krijgt. En zo. Deze kant ook. Daar nog een. Eén, twee. Ik plaats hem steeds in het midden. Maar dat is niet de bedoeling. Hop. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Kijk, dan krijg je gelijk een stuk wat meer kleur in je huis. Je zou ook eventueel nog warm blauw hek neer kunnen plaatsen. Dan plaatsen we hem zo daar tegenaan. Dan krijg je ook wat meer details aan je huis. En dan die zo mooi naar boven toe laten lopen. En die kan nog misschien daar tussenin. En dan hangen we daar met een ketting. En zo. Zo'n blauwe lantaarn op. Daar is die. Hoppa. Dus een ketting maken we aan de aan het hekje vast. En dan doen we een zielenlantaarn, heet die. Kijk, dan krijg je nu mooi dit. En aan hier zo, aan de onderkant, kunnen we dat ook doen. Dus we plaatsen 1. Oh. Wel aan de ketting. Die gaat ook aan de ketting. En zo. Hoppa. En aan de achterkant kunnen we dat uiteraard ook doen. Pakken we hem hier. En zo. En dan zo naar boven. Eentje daar. 1, 2 en 3. Pakken we de kettingbeet. 1 en 2. En daaronder komt een zielenlantaarn. Yes. Oh, ik zie dat ik daar een ijzer hek ben vergeten. En zo. IJzerhekje komt erin. 1 en 2. En dan plaatsen we nog een mooie deur erin. Ik denk dat ik een warmblauwe deur erin zet. Zo. Hoppa. Oh, en daar moet nog een blokje. Die kan je van een zwarte stenen trap maken. Zo. En dan is je huisje helemaal af. Vind je nou een tof, gaaf, leuk huisje? Geef dan een blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, laters!